En ik voel me een beetje alsof ik bij de bank werk. Jongens, we gaan de vijfde week in van het thuis blijven. Zit de stemming er een beetje in? Waar gaat, wat is het doel van deze opdracht voor jou? Waar vliegen andere ouders? Is er. Hij is fout. Ja. Yeah. Heb ik het net in beeld? Er is crisisoverleg, ja. Oh, oké, okay. En dan daarna die persconferentie? Daarna komt een persconferentie, waarschijnlijk weer rond een uurtje of zeven. Oké. Okay. Hoe gaat het trouwens? Dat gaat prima. Ik had je ook een filmpje gestuurd, hè? Oh ja. Knip eens met je vingers. Oké, okay, we gaan dus niet meer met de lift. 93 treden. Valt niet mee, zal ik je zeggen. Zoals je ziet, ben ik de enige. Weet je zeker dat je opneemt? Ik weet nu heel zeker dat het opgenomen is. Take 6. Rondleiding door de studio? Graag. Ja, kom mee. Want ja, het is eigenlijk heel treurig, want dit is een fantastische muziekstudio waar normaal gesproken alle bands optreden. Maar er gebeurt al weken helemaal niks. En dit is onze studio die voor alle veiligheid is uitgerust met dit soort plexiglazen wandjes. Die staan overal tussen alle werkplekken. Dus Jan-Willem die zit normaal gesproken hier, maar die zit helemaal afgeschermd. Dit is mijn plek. En ik voel me een beetje alsof ik bij de bank werk. En dat mensen dan hun Duitse marken bij me komen overhalen. Ja, precies. Ja, ik heb het gevoel alsof ik in een Tupperware doos zit. Oh ja, dit is jouw plek. Hier. Dit is Carmen. Hier zit jou. Jij altijd je nieuws te doen. Hier. En ik moet even dit laten zien. Dit is wel weer schattig. Kijk. Ja, dat vind die ik lelijke wel dingen, dan moeten we nog een beetje dat vind ik wel weer heel erg een beetje opvrolijken. Ik was bang dat het heel erg zou klinken alsof je zo in dat met je hoofd in een emmer zou zitten, maar dat valt wel mee. Ik zit dus gewoon op mijn plekje hier, vrij eenzaam en alleen, maar het heeft ook voordelen, want ik kan gewoon mijn pen laten liggen. Niemand die dat mij aanraakt. Ik ben echt de enige. En ik heb natuurlijk weer een geheime stek. Kijk. Daar liggen ze! En ik mis Martijn wel. Jij ook? Ja. Job is er dus wel. Ja. En dat is eigenlijk een van de weinige collega's die hier werkt. Want verder is er echt helemaal niemand. Job, toch? Ja, kijk daar even. Daar is er helemaal niemand. Hier zitten normaal de redactieleden van de programma's. De muziekredactie is er ook niet meer. Vanuit huis. Hoewel, Basiel is er toch nog wel een beetje bij. Oh ja, en Jan-Willem is natuurlijk ook gewoon gelukkig. Ja, en ik heb mijn jas aan, maar schijnbedriet. Ik ben hier al een uur. Dus ik ben net binnenkomen lopen. Ik vind het wel intens. Ja. Met zo weinig mensen op kantoor. Best een gek idee. Ja, dat is en het. En ik mis ze ook wel heel erg. Van die bedrijvigheid en zo. Want drukker dan dit wordt het niet, hè? Nee. Nova, wat heb jij gisteren gemaakt? Wij hebben gisteren donuts gemaakt. Helemaal zelf? Nou ja, jij vooral. Recept uit een heel groot kookboek. Welke? Van wie? Rudolf. Jezus, jullie zouden wel familie kunnen zijn, hé. Hier zijn onze mooie donuts. De bruine is dood. Gisteren zagen ze wel mooi uit, maar ze zijn heel lekker. Knip maar met je vingers. Oh, dat kun jij niet. Wacht. Nienke, kun je even met je vingers knippen? Knip jij eens met je vingers. Het is een filmpje hoor. Ja. Hallo en welkom bij het college over thermoregulatie en sepsis. Ik ga het bespreken aan de hand van een casus, kort iets zeggen over de definities, de pathofysiologie en de initiële behandeling. Nova, jij bent iets heel ergs meegemaakt, vertel even. We gingen lekker wat drinken uit daar pakken, zodat het onze nieuwe altijd. En deze is al anderhalve maand over de datum. Hoe smaakte het? Heel vies. Zoals elke dubbel fris? Nee. Kijk, en zo doe je dat dan. Oh, oké. Okay. Dat jullie dus niet denken dat Bram de enige is die helpt met huiswerk, hè? Nee, want Martijn helpt me ook met het ontwikkelen van semantische vaardigheden. En ik help jou bij het maken van filmpjes.
Zoals deze. Hoi meester Jordi, ik zit elke dag een half uur op deze home trainer. Ik doe dat omdat elke minuut die ik hier op fiets, mag ik 2 minuutjes op de PlayStation. Ik heb daarom een half uur gefietst, want dan kan ik 1 uur op de PlayStation. En ik voetbal ook bijna elke dag achter het huis. Dat doe ik met mijn vader. En hij denkt dat hij beter is, maar ik ben beter. Kom dan. Ah! Shit. Ik doe vaak ook een paar sit-ups. Dat doe ik omdat ik het sporten heel erg mis. En ik vind het heel leuk het gymmen. En jij bent de leukste gymleraar van het hele wereld. En veel sterkte in deze coronacrisis. Hopelijk tot snel. Doei! Welkom bij deze kookvlog. We maken vandaag appelflappen. Je schilt de appels, snijdt ze in stukjes, vouwt ze in bladerdeeg, stopt ze in de oven. En dan heb je dus appelflappen. Een korte kookvlog. Ja, dat heb je soms. Je bent een suikervergeten te doen. Nou, voor je. Heb je heel gezonde appelflappen? Hey Ria! Hallo! Hoe is het? Ah, goed! Wat ben je aan het doen? Puzzel! Oh, leuk! Heb je nog kaartjes gekregen? Ja, heel veel! Weer meer? Ja! En ik heb vanmiddag nog een doos met wol gekregen. Ook nog? Ja, hadden ze bij mij voor de deur gezet. En je had ook al chocolade gekregen? Ja! En een bos bloemen? Ja. Nou, en ga je nou al die mensen een kaartje terugsturen? Ja, ik weet alle adressen allemaal niet. Oh, maar dat weet ik wel. Je moet kijken. Ik heb hier 250 kaartjes. En hier heb ik er nog 250. Ja. Dus ik ga alle mensen die jou een kaartje hebben gestuurd, ga ik een kaartje terugsturen. Ja, doe jij dat, pa. Ja? Okay. Ik kan het niet hoor. Nee, dat geeft ook niet. Maar zaten er leuke kaartjes tussen? Ja, heel leuk. Ik heb ze hier nog wat aan het rekje hangen. En wat staat erop? Een poesje met een vorm. Dat is met een hond. Ja. En met een vogel. Wat leuk, hè? En En een poes met een fototoestel. Leuk. Lief hè, dat mensen dat doen. Ja. Nou, volgens mij houdt het nooit meer op, Ria. Ik kreeg zo mijn doos met wol en zo. Leuk. Met een beduurwerkje erin. Nou, mensen kennen jou wel een beetje. Ja. Nou, ik vind het wel fijn dat het goed met je gaat. Ja, ben ik ook blij van. Nou, heel goed. Nou, ga jij nog maar even lekker doorpuzzelen dan? Ja. En dan, nou, dan spreken we elkaar heel snel weer. Ja, is goed. Oké. Okay. Jo. Doei, ja. Doei. Doei, hè. Doei. Doei.